Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met giga veel voordeel over naar een alles-in-één glaspakket van Kaiway. DNO, CS, daartoe open ik de stemming. Jullie hebben een motie ingediend over de belasting bij de, van de schepen. En jullie worden een uitzondering voor de, bij de, tijdens de havendagen. Hoe is daarmee afgelopen? Ja, die heeft het helaas niet gehaald. En kan dat betekenen dat, dat we weer geen havendagen krijgen? Nou, die kans zit er natuurlijk dik in. Volgens het college kon het juridisch niet. Ja, een uitsluitsel te maken zeg maar, voor evenementen in de verordening. Maar het vreemde is natuurlijk wel dat andere plaatsen als Werkendam, Kampen, etc. Zeg maar, allemaal wel zeg maar, zo'n vrijstelling hebben geregeld in de verordening. En in Almelo, hier werd de motie door de wethouder ontraden. Ja, hij werd ontraden, want hij kon juridisch niet, zei hij. Maar hij ging er niet op in zeg maar, waarom het dan in andere steden juridisch dan wel kan. Het kan natuurlijk gewoon juridisch. En bij de gemeente Hoorn hebben ze ook aangegeven dat het juridisch dus wel kan. Dus, maar schijnbaar kan het in Almelo niet. Ja, dat wordt moeilijk voor de Almeloze havendagen, denk ik. Heeft u het idee dat willens en wetens de havendagen worden tegengewerkt? Nou, dat weet ik niet. Ik heb net al de opmerking gemaakt dat de doorsteek voor de Almeloze havendagen was. Maar dan moeten we even afwachten hoe dat verder loopt. Maar we zullen ons in blijven zetten voor de Almeloze havendagen. Dus dit krijgt nog wel een staartje, denk ik. Maar is de wethouder nog met een alternatief gekomen om de mensen, de schippers, toch tegemoet te komen? Nee, er is verder geen alternatief. Alleen voor historische schepen. Die geregistreerd staan en zo? Ja, dat klopt. Maar je kunt voor de rest dus eigenlijk niks organiseren. Je kunt geen Almeloze havendagen organiseren met bijvoorbeeld mooie zeilschepen. Of de Almeloze havendagen met mooie jachtschepen. Dat kan allemaal niet. Ja, of ze moeten de hoofdprijs betalen, al die schippers. Maar dat gaan ze niet doen. Dus dan slaan ze Almelo over. Het fietsnetwerk wordt dit jaar sterk verbeterd. En dat betekent het oplossen van knelpunten, integreren van vele nieuwe fietspaden, mooie routes rondom onze steden en het maken van diverse nieuwe routes om fietsers langs de mooiste plekken te leiden. Dat bestaande netwerk van fietspaden in en rond Almelo, dat gaat veranderen. Waarom eigenlijk? Ja, dat klopt. Het is niet alleen de fietspaden die gaan veranderen, maar ook de wandelroutes. Het gaat langs toeristische punten zoals in ieder geval het centrum, de Gravenallee, het Huis Almelo, de verschillende mooie stukken langs de beken en wateren. Bornebroek is ook een heel mooi stuk geworden, hè. Dus dat is een fantastisch mooie route zijn daar gemaakt. Ook Wieren, die net aan de zijkant van Almelo ligt, zijn allemaal nieuwe fietspaden. Die verbinden wij beter met Almelo. Ja, en zo heb je eigenlijk een hele aaneenschakeling van allemaal mooie punten. Het bedenken van de routes ligt voornamelijk bij mijzelf. Alleen ik gebruik natuurlijk heel veel kennis van vrijwilligers, van gemeenteambtenaren, van toeristinfo's en heel erg veel research. Dus echt kijken waar zijn nou nieuwe paden aangelegd, waar zijn echt mogelijkheden. En ja, ik stap ook op de fiets. Nou, worden al die fietspaden vernieuwd, kunnen ze hun oude kaarten nog gebruiken? De oude kaarten zijn niet meer te gebruiken. We geven tijdelijke kaartjes uit. Die zijn te verkrijgen bij de toeristinfo en bij verschillende ondernemers. En ze zijn in te zien via routenetwerkentwente.nl. Vanaf begin volgend jaar, en eigenlijk willen we eind dit jaar al zorgen dat die er ligt. Maar begin volgend jaar, als het nieuwe seizoen begint, zijn de nieuwe kaarten er ook. Er staat heel Twente op de nieuwe kaart. Ja. Het nieuwe fietsnetwerk is eind dit jaar klaar. De panelen
Die worden nog geplaatst, ik denk zo rond januari. En voor het nieuwe seizoen, dat zetten we altijd op half maart, dan moet alles gewoon weer helemaal gereed zijn en helemaal klaar. Almelo is één van de laatsten. Daarna gaan we over naar Dinkeland en Tubbergen. En dan is het heel Twente is gedaan met het fietsnetwerk. Listen to a simple story told by a reed, taken from its home. Here's a tale. Wat is dit voor een club? Het is een club die geïnitieerd is door de Schoop. En wij zijn een club van ongeveer 8 tot 10 mensen. En ja, en ieder doet wat. De een doet het met acryl, de ander met olieverf. En de een doet het abstract en de ander werkt een voorbeeld uit. De een heeft wat meer ondersteuning nodig als de ander. En we zijn heel gelukkig dat we deze ruimte hebben. Het is een ruimte die de Schoop van Avelijn huurt. En we hebben heel veel moeite in het verleden gedaan om deze ruimte te behouden. Want we hebben hier een mooie faciliteit. We kunnen ons dingen hier mooi doen. We hebben mooi licht. En we hebben ook dingen en ruimtes waar we het goed op kunnen bergen. Dini Kuiper, jij bent een van de mensen die het langst lid is van deze schilderclub. Hoe lang bestaat die schilderclub al? In totaliteit zo'n 20 jaar, denk ik. In totaliteit. En al die 20 jaar ben jij erbij geweest? Ja. Tevreden, zoals het op dit moment gaat? Prima, ja. Heel gezellig. Ja. Het is ook zo dat jullie, we hebben net van Erik al gehoord, dat er een docent ontbrak de laatste half jaar. Maar gelukkig wordt het binnenkort weer opgelost. Ja, daar zijn we dan weer heel blij mee. Een beetje begeleiding is toch fijn, natuurlijk. Je hebt ook geëxposeerd? Ja, pas geleden. Vertel daar eens over. In de Bleekkerk. En heb ik, het was heel leuk. De mensen waren heel enthousiast. Ik maak kleurrijke dingen, dus het was heeft me goed gedaan. En met hoeveel schilderijen heb jij daar geëxposeerd? Met 27 schilderijen. Als er weer een expositie komt, heb je er nog wel 27 staan. Ja, inderdaad, ja. Ja. Wat doe je met die hele voorraad aan schilderijen die je hebt? Nou, ik wissel wel eens in mijn huis natuurlijk en bij mijn familie. En en verder staan ze langs de muur. Irene de Selman, er is ontzettend veel aan de hand in Almelo. Is het niet de eventuele sluiting van de wijkcentra, dan is het nu de bezuiniging in zaken de privatisering van de sportvelden. Waarom is dat nodig? Nou, als je het zo stelt, dan snap ik de zorgen. Maar wat wij doen, is luisteren naar de sportverenigingen. En zij hebben aangegeven dat zij heel erg graag met ons in gesprek willen om te kijken of privatisering mogelijk is. En daar zijn we nu mee bezig. Je hebt individueel al gesproken met tal van verenigingen. Wat is daar uitgekomen? Daar is uitgekomen dat zij blij zijn dat we een inventarisatie hebben gehouden. Op basis van de inventarisatie hebben alle sportverenigingen individueel aangegeven dat zij graag een vervolggesprek willen om te kijken of privatisering vanuit hun gezien mogelijk is. Het zijn dus de sportverenigingen zelf die uiteindelijk besluiten, ja, wij willen en kunnen dit, of nee, dit kunnen wij niet. Het is een warme overdracht, dus ook de gemeente stelt daarvoor geld beschikbaar. We hebben nu ook die kosten. Dus daar vindt overdracht van financiën plaats. Dat wil niet zeggen dat de vrijwilligers het onderhoud zelf moeten doen. Dat is hoe de verenigingen dat willen doen. Dat kunnen zij bijvoorbeeld doen door gezamenlijk aan te besteden of door gezamenlijk te kijken van hoe kunnen we dat doen. Schrijven, acteren en filmen en tekenen, hoe kan een mens het toch allemaal doen? Heden een boek, het is onvergelijkelijk. Ja, met je Blaak geeft hem weer van katoen. Nou, dit keer is het feit dat ik iets geschreven heb over de katoen in Almelo in de tijd van 1920.
En ik vond het heel toepasselijk om het te presenteren in het huis van Katoen. Omdat, ja, er staat hier een weefgetouw en allerlei dingen die daarmee te maken hebben. Dus ik denk dat het boek wat ik geschreven heb over Katoen, over een meisje die daar werkte en daar ontzettend veel problemen had. Ook met, in de tijd met mannen, hè, wat je dus nu nog wel hebt, maar niet in zo'n grote mate. Die vrouwen waren dus absoluut niet, ja, die hadden geen rechten, laat ik het zo zeggen. Ze waren eigenlijk een beetje de slavinnen van de Katoen. Roddel en lasterpraat, liefde en zwangerschap, mix daar vervolgens wat adel doorheen. Spanning, sensatie en emancipatiedrang komen al hier in dit boekwerk bijeen. Ik heb zelf ook een maandje in het Katoen gewerkt. Ik weet niet hoe lang, maar ik ben wel gillend weggelopen natuurlijk. Maar ja, en ik kan me helemaal indenken hoe het zou zijn als je dat moet. Als iemand tegen jou zegt, jij gaat daar werken en jij moet daar werken. En nou, dat was dus ik heb dus verhalen van mijn moeder gehoord, verhalen van mijn oma gehoord en van tantes en van andere mensen, hoe het daartoe ging. Jij schrijft omdat je van binnenuit wil schrijven, niet omdat je het vak geleerd hebt of omdat je iets moois wilt opschrijven, maar je hebt een verhaal te vertellen. Je hebt het verhaal van jezelf te vertellen, Tracina zei dat net heel mooi, maar je hebt ook het verhaal van anderen te vertellen. Ik heb heel veel onderzoek gedaan en ik heb een meisje bedacht, een fictief meisje, wat dus eigenlijk voor al die vrouwen staat. Het meisje heeft heel veel gedaan aan de vrouwenemancipatie en de vrouwenrechten op het werk. Dus ja, dat vond ik wel een boek waard. Dit is mijn derde boek en mijn vierde boek is bijna af. Dan hoef ik alleen maar de punt nog te zetten en dan komt het werk, hè, dan moeten ze het redigeren. En daar heb ik gelukkig een heleboel mensen voor, want ze mogen niet aan mijn stijl komen. Maar ik schrijf bijvoorbeeld kut met DT, dat doe ik gewoon. Dus wat dat betreft is het heel veel nawerk. Maar dat neemt niks van de verhalen af. Ik schrijf heel fonetisch. Het is geen literair hoogstandje, maar ik vertel een verhaal. Moest de fabrieksarbeid daar in het Twenteland hard het gelag en slechts karig beloond? Want van bijvoorbeeld een 13e maandbedrag bleef onze Kaatje, hoe spijtig, verschoond. Rest mij met je van harte te feliciteren met weer een nieuw boek. En het zou me niet verbazen als ik volgende maand weer word opgedrongen. Met je van harte gefeliciteerd. Hij kust altijd in de lucht, want hij houdt van mannen. Dat is echt waar, hoor. Nou, we gaan allemaal lekker drank. Het is het voor lastig. Ja, maar zo gaat het bij ons, dat weet je toch? Ja, ja, ja. Het is toch heerlijk dat we lekker over elkaar lullen en zo. Dat is dat sociaal, weet je wel? Ja, precies. Dat doen we. Maar dat maakt niet, dat is geen lasten, maar dat is sociale controle. Nou, allemaal lekker bolletje drinken. Ik vind dat je eens worstje Herman heeft van alles klaargemaakt. Dat heeft Herman allemaal gedaan, hoor. Ja. Ik ben vegetariër, maar jullie mogen alle wasjes opeten. De Worst Day van Almelo, de derde versie. Dat is 3 jaar geleden ontstaan met een stel vrienden die dachten we gaan eens een mooi evenement op het oude Indië-terrein van Katoen en nu organiseren. Dat is begonnen als een aardigheidje en er waren de eerste versie waar daar denk ik 1000 mensen. Ja, en wat nu begint, nu al om 3 uur, dat kennen we niet van vorig jaar, dus het wordt groots volgens mij. Ja. Het is nu druk en we verwachten om 5 uur echt een massa mensen. Het aantal standhouders is ongeveer gelijk gebleven. Wel wisselende standhouders vinden het leuk om ieder jaar weer anders te hebben. Maar de keuken van het ongewenste dier is er weer met een broodje ganzenvlees. We hebben zelf een prachtige stand met een Indië-worst speciaal gemaakt. En als hoogste prioriteit zou ik wel zeggen, uniek, het eerste Almeloze biertje, de IPA. Indië, Peel, Almelo.
De gezond gedachte is dat we allemaal eerlijke producten hebben, alle versies. En weet je, bij een gezond gedachte hoort ook een stukje hardlopen bij. En vandaag hebben we de Worst Day. Dat is een initiatief van een aantal kookgroepvrienden bij ons uit de kookstudio. En dat is voor de derde editie dit jaar. En dat doen we met heel veel plezier. En we hebben het zonnetje erbij. Heb je zelf nog een bijzondere bijdrage? Oeh ja, natuurlijk al heel de week aan het opbouwen hier. Alles aan het klaarzetten. Dit jaar hebben we heel leuk hebben we eens een keer gekozen om ook een wildworst te introduceren. Dus een worst met wild zwijn erin. Beetje het echte buitenleven ook te benadrukken. Nou, en met dit soort weer is dat een echte aanrader om die te komen proeven. Dat is een verhaal van Henk Morsman. En dat heet Vlekje. En het begint eigenlijk zo, het eerste hoofdstuk. Vlekje dronk een paar slokken water. Water uit een bosmeertje ergens in Zuid-Engeland. Hij keek naar zijn eigen spiegelbeeld. Iedere keer als hij zijn tong uit zijn bek liet glijden om te drinken, was het net of hij de tong naar zichzelf uitstak. Ha, grappig. Eigenlijk was Vlekje maar een heel gewoon hondje. Niet groot en niet klein, niet te mager, maar ook zeker niet dik meer. Hij zag dat zijn ene oor rechtop stond en zijn andere naar beneden hing. Vlekjes vacht was wit met bruin. Zijn kop was helemaal wit. Alleen op zijn ene oog zat een bruine vlek. Heb je er nou niet zoveel plezier in gekregen dat je denkt van, ik waag nog een keer een poging? Het was fantastisch om te doen. Heel leuk om dat met de kneden, die zinsbouw van hoe zeg ik het. En ik begon 's morgens om 8:30 en voor ik het wist was het al, Henk, eten klaar, kom je beneden. Het ging in een mum van tijd. Maar dan moet ik toch nog wel weer wat inspiratie op doen van waar gaat het over. Dus dat moet rijpen. Vlekje was nog niet zo oud. Toch zag hij er erg rimpelig uit. Zo in het water. Wat gek. Oh, dat kwam natuurlijk door die golfjes die op het water dansten. Vlekje moest bijna om zichzelf kwispelen. Waar leek hij op? Was hij een rashond? Nee, vast niet. From the outside, clouds have taken all the light. I have no control, it seems my thoughts wander off of the time when I try to Thank you.
Han Kolthof van Kaliber Kunstenschool. Wat gebeurt hier in de bibliotheek? Nou, vanmiddag is er een pianofestival waarbij eigenlijk wel 24 verschillende amateurs gaan spelen. En u hoort hier op de achtergrond de allerlaatste van dit hele rij. En de meeste pianisten zijn leerlingen van Kaliber Kunstenschool. Hoeveel docenten? 4 verschillende docenten hebben hier aan meegewerkt. En 24 leerlingen, hoe oud zijn die leerlingen? Nou, de jongste was 8 en de oudste was 70, denk ik, 72, weet ik niet. Ja. En dit is een samenwerking eigenlijk, hè, tussen de Kaliber Kunstschool en wie nog meer? De bibliotheek waar u het opnaam neemt. Hoe hebben de meesten het ervaren, voor zover u weet? Ik krijg uitsluitend enthousiaste reacties. En dat is heel mooi. En mensen die spelen, die vinden het helemaal fantastisch om zo'n mooie vleugel te mogen spelen. Thalissa Jacht, je mocht hier spelen. Speel je al lang? Nou, ik speel al sinds ik 6 jaar oud ben, dus dat is bijna 12 jaar nu. Ja. En waar heb je les? Ik heb les bij Kaliber Kunstenschool. Ja. Mijn docent is meneer Han Kolthof. Ja. En wat heb je nu hier gespeeld? Nou, ik heb net 3 stukken gespeeld, waarvan 1 is een nocturne van Edvard Grieg. De andere is een premier arabesque van Claude Debussy. En het laatste is een eigen stuk, nog zonder titel. Maar daar ben ik nu een beetje mee bezig. Je hebt wat met muziek? Ja, ik wilde later graag een toekomst mee hebben. Niet zozeer pianist, maar componist. En dan ga ik piano dus daarbij gebruiken, om eigen stukken te maken. En waar ga je nu naartoe? Welke school? Ik ga nu naar het Nordic, van Nordicslaan. En dan wil ik graag later naar het Artus toe. Hoe heb je dat ervaren om hier te spelen in de bibliotheek? Ik was wel zenuwachtig, maar ik ben altijd zenuwachtig als het publiek is. Maar ik heb gelukkig ook wel vaker op deze piano gespeeld, dus het ging goed op zich. Ja. Nou, het is je wel bevallen? Ja, dat wel. Dankjewel hoor. Nou, alsjeblieft. Heracles wordt door de kunstenaars al 2000 jaar lang afgebeeld, altijd naakt. Dus wat dat betreft zijn we nog redelijk up-to-date hier. Ja, allemaal naakte mannen, dat zijn nou Herakliden. U ziet, er is allemaal over nagedacht natuurlijk. Alles heeft verband met van alles. Die godenzoon werd natuurlijk vereerd toen al door velen in het oude Griekenland. Dat geldt voor Herakles ook. De voorzitter zei mij, er zijn wel 3 supporterclubs. Sommige van een paar honderd, sommige duizenden, 6000 seizoenkaarten. Nou, zonder die supporters was deze tentoonstelling er ook niet geweest. Want die club is heel oud. Die werd opgericht in 1903 door meneer H. Smit. En raai eens wat, dat is familie van meneer J. Smit. Dus die club blijft wel wat in de familie. En nu heb ik al zo vaak meneer Smit genoemd dat ik hem ook bij deze nu maar uitnodig om deze tentoonstelling te openen. Bij Herakles Almelo. Dat is heel bijzonder. 1903 kunt u zich dat voorstellen, dat een aantal jonge mannen zich verenigden. Die zitten wel hele oude foto's. En dat je dan een voetbalclub gaat beginnen. Een voetbalsport die dan niet... We zijn een van de oudste clubs in Nederland. Sparta en de Koninklijke HFC, de amateurclub, die zijn wat ouder. We hebben een club vol historie. En elke Almeloer, die wordt eigenlijk geboren met dat Herakles-virus. Dat zwart-witte bloed, dat zit in ons allemaal. Als kleine jongen ging ik al met mijn vader en mijn opa naar de Bornse straat. Het was ook fantastisch dat, laten we zeggen, ik denk dat, schattend, 50% kwam lopend en 50% kwam op de fiets. Auto's waren er dan anders. En het is nog steeds, als je bij Herakles Almelo komt en je ziet daar bij ons het aantal fietsen wat daar komt, ik denk dat het uniek is, ook bij alle clubs in Nederland. Wat ook uniek is, in mijn ogen, dat we 2 keer landskampioen zijn geweest. Hebt u niet gememoreerd, maar als voorzitter ben ik er nog steeds trots op. Dat is in 1927 en in 1941 geweest. Wij zijn een innovatieve club. We waren de eerste club in Nederland in de betaalde voetbal die op kunstgras gingen spelen. Zeker ook in de Eredivisie. Wij waren de eerste speler die donkere spelers uit het buitenland aantrokken. Reken ik Suriname even niet mee, want dit was toen nog Nederland. Steve Balcon, Darius de Lomo. Fantastisch verfilmd en beschreven door Tom Egbers. Want Almelo en Herakles, daar kun je niet los van elkaar zien.
We hebben er afgelopen jaren wel eens wat, wat strijd gevoerd over de verstandkoming van het stadion. Maar uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. En als ik nu de betrokkenheid van Aljan Gerritsen als burgemeester zie dat hij hier weer is, dat doet me heel erg veel deugd. Dat doet het bestuur van Heracles Almelo deugd, de betrokkenheid van de gemeente en de Heracles die groeien naar elkaar toe. Gisteravond sprak ik ook de oud-burgemeester nog, John Wellman, als heel veel van mij gezegd. Was zich liept, dat is nekzicht in onze relatie. Dus uiteindelijk is dat ook wel weer goed gekomen. Is het nou Heracles of Heracles? De gymnasiasten die zeggen dan weer dus Heracles. Maar elke Almeloer die een beetje gevoel heeft, die roept hup Heracles. Dank u wel. Dat is gewoon zo. En om Herman Finkus te citeren. Heracles is een Griekse halfgod. En Heracles is een club, voetbalclub in Almelo. Als mevrouw Strijker nog even naar voren wil komen, die heeft alles een beetje mogelijk gemaakt. Als u niet erg vindt, geef ik het aan haar. Dat is een boek 100 jaar, als jullie dat niet hebben, van 100 jaar Heracles, waar alle historie in beschreven staat. Het nieuwe logo, en dan heb ik gisteren ook eentje van aan de koning mogen overhandigen. We hebben dit niet een keer met de handtekening van de spelers gedaan, want dat zijn allemaal, maar tijdelijk, het is allemaal passanten. Bestuursleden die blijven heel lang zitten en directeuren die blijven ook heel lang zitten vaak. Ja. Mevrouw Laura Davids-Benering is de gelukkige die zich de eerste vrouwelijke notaris van Almelo mag noemen. Hoe voelt dat? Dat voelt buitengewoon goed. Buitengewoon goed betekent dat aan het feit dat u nu notaris bent, toegevoegd notaris, dat er een hele studie aan vooraf gaat. Wanneer is dat begonnen? Ik ben na mijn eindexamen van de middelbare school rechten gaan studeren in Leiden. Gaandeweg die studie werd duidelijk dat mijn voorkeur lag bij bepaalde vakken die goed aansloten bij het notariaat. En dus op het einde van de studie ben ik gespecialiseerd in notarieel recht, afgestudeerd. Daarna ben ik vertrokken naar Rotterdam. Daar heb ik 7 jaar gewerkt op een notariskantoor. En daar heb ik mij verder gespecialiseerd in het onroerend goed, commercieel onroerend goed. Dat had mijn interesse, dat vond ik het leukst. Wat ik leuk vind van onroerend goed is dat je kan rondrijden en je kan het zien. Het is tastbaar, het zijn gewoon stenen, grond. Dus ik kan ergens langs rijden en dan kan ik bij mezelf denken, ja, daar was ik bij betrokken of daar was ik bij betrokken. Dus het is heel concreet en daar hou ik van. U bent toegevoegd notaris. Dat betekent dat u niet de verantwoordelijkheid draagt voor het kantoor. Dat doen de notarissen Hulsje en Davids. Is dat leuk te doen? Want die Davids, die ene notaris, dat is uw echtgenoot. Ja, dat klopt. Dus je kunt zich ook voorstellen dat ik indirect nog wel wat in de melk te brokkelen heb. Maar ik vind het prima zoals het nu is. Het zou, ik werk ook part-time. En om een ondernemerschap naast toch ook al de drukke praktijk die ik heb te combineren met werk en privé, dat zou best een lastige dobber worden. Dus ik denk dat dit een hele goede oplossing is. Ik heb begrepen dat je samen met Marian Brouwers het boek Ren Janina Ren hebt geschreven. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Ik heb Marian gevraagd om het mij. Nee, laat ik zo zeggen, we hebben al eerder samen een boek geschreven over kastelen in Nederland. En we kennen elkaar al 22 jaar, dus we werken wel vaker samen. En omdat ik iemand kende op Curaçao, Janina, de hoofdpersoon van dit boek. En die wilde graag aan ik. Wilde dat ook een boek over haar geschreven hebben. En toen bedacht ik dat Marian, die graag fictie schrijft, dat met mij moest doen. Jeannette kent Janina persoonlijk en wilde haar verhaal schrijven. Maar om er nou een non-fictieboek van te maken was wat lastig. Omdat Janina weet ook nog niet alles meer uit die tijd. En toen hadden ze bedacht, we maken er een roman van. Nou ja, ik wilde graag fictie schrijven, dat deed ik ook al langer. Dus toen heeft ze mij gevraagd om het samen te doen. Ja, zij is, zoals we dat noemden, de hoofdfictie en ik ben het hoofdfeiten. Dus zij begon ook telkens met het schrijven. Zij begon met het verzinnen van het verhaal. En vervolgens ging ik er met het feitenpotloodje doorheen en herschreef ik af en toe iets als ik dacht, nou, dit klopt niet, het moet anders. Waarom dit boek? Waarom nou specifiek dit boek? Nou, dit is zo'n verhaal dat komt op je pad.
En Janina's verhaal is natuurlijk heel bijzonder. Het is een verhaal van alle tijden. En haar geschiedenis, wat zij heeft meegemaakt, heeft ons allebei zeer geraakt. En we dachten, dit verhaal moet gewoon verteld. Dus dat gaan we doen. En dat hebben we toen gedaan. Het boek is wel een heel erg bijzonder boek. Ook omdat de hoofdfiguur in het boek nog steeds leeft. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat is dus een vrouw op Curaçao. Ze is nu 84 jaar. En ze is geboren in Polen in een Joods gezin. En tijdens de oorlog, nou ja, heeft ze natuurlijk de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers te maken gehad. En zij heeft moeten vluchten als meisje van 10 jaar. Heeft haar moeder eigenlijk haar laten ontsnappen, wat ongelooflijk moedig is. Die moeder is daarna ook vergast met haar zusje en zij niet. Maar heeft toen 2 jaar lang op haar eentje zich in leven moeten zien te houden. Gewoon zonder hulp of steun. Nou, in het begin nog een heel klein beetje steun van een broer, maar ja, toch helemaal alleen. En het is toch wel een heel bijzonder verhaal, zeker gezien in het licht van de huidige vluchtelingen, waar dat natuurlijk ook nog steeds gebeurt. Inmiddels zijn we, even kijken, we staan in de top 3 nu. En eerst konden de mensen tussen 1 september en 1 oktober konden ze stemmen. Toen stonden we in de top 5. En nu kunnen mensen tot 1 november stemmen op schrijvers.nl stimuleringsprijs. En wij staan nu op de top 3. Dus tot 1 november. Dus 31 oktober is de laatste dag dat er op ons boek gestemd kan worden. En waarom moet er nou specifiek op jullie boek gestemd worden? Kan je dat uitleggen? Ja, dat kan ik. Dat moet omdat het gaat om Janina's verhaal. Wij vinden het allebei geweldig om een boek te schrijven, om een roman te maken. Dat is gewoon voor je persoonlijk fijn. Maar haar verhaal is een verhaal van een kind op de vlucht voor de nazi's. Het is iets dat nooit meer mag gebeuren, maar helaas zijn er op dit moment nog heel veel kinderen, net zo oud als Janina toen, op de vlucht voor geweld. En dat verhaal vinden wij heel belangrijk. En alle manieren om daar meer aandacht aan te besteden, die nemen wij graag mee. Dus dat is dit. Maar dat is ook zo'n prijs. Want hoe meer publiciteit we krijgen, hoe meer aandacht we voor het verhaal van Janina, maar ook voor andere vluchtelingenkinderen. Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met giga veel voordeel over naar een alles in één glaspakket van Kaiway. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Enschede is een populaire stad voor fietsendieven. Vooral op het Centraal Station is het vaak raak. Nergens in de stad worden er zoveel fietsen gestolen als daar. En daarom werd juist daar actie ondernomen. Enschede wil graag fietsstad 2020 worden en daarom proberen wij een zo goed en aangenaam fietsklimaat te organiseren in Enschede. En deze actiedag op het Stationsplein is daar een onderdeel van. Er worden nog steeds te veel fietsen gestolen en met name ook hier op het Stationsplein. En door mensen bewust te maken van waar zet je je fiets veilig neer op het Stationsplein en hoe maak je hem het beste vast of hoe zet je hem het beste op slot. Dus we spreken mensen hier vandaag aan die hun fiets hier neerzetten en we kijken of ze een goed slot hebben. We zijn met een gedragscampagne bezig, dus we hebben een team van fietscoaches vandaag op het Stationsplein. Die spreken mensen aan die hun fiets hier parkeren. We verwijzen eventueel naar een goede parkeerplek waar de fiets veiliger gestald kan worden. Die kijken hoe de fiets afgesloten wordt. Is dat alleen met het normale fietsslot of wordt er nog een tweede slot aan bevestigd?
Hebben mensen geen tweede slot, dan krijgen ze van ons een bon aangeboden waarbij ze tegen een heel gereduceerd bedrag een tweede fietsslot aan kunnen schaffen. Zodat hopelijk in de toekomst de fiets beter op slot gezet wordt, zodat het voor de fietsendief moeilijker wordt om de fiets te stelen. Hier achter me is een plek waar veel scooters staan, terwijl er een keurige scooterparkeerplek is. Maar veel mensen weten dat nog niet. Dus wij wijzen mensen erop, maar tegelijkertijd hebben we ook een luisterend oor om te zien wat voor problemen mensen hier in het gebied ervaren. Hoe gaat dat graveren in zijn werk? Dat wordt met een apparaatje gedaan. En dat wordt in het frame gegraveerd. En dan gaat daarna gaat de sticker eroverheen. En dan gaat er nog blanke lak overheen, zodat het niet gaat roesten. Vragen ook aan alle mensen, mocht er een fiets gestolen worden, en dat is ook het verzoek van de politie, meld het en doe aangifte, zodat wij ook goed in kaart kunnen brengen op welke plekken in Enschede de meeste fietsen gestolen worden, zodat wij daar weer op kunnen anticiperen. Het Halloween weekend zit er weer op. Halloween is een must voor iedereen die van griezelen houdt. En zeker als je in Hertme woont. Ik ben de geest van Halloween. En ik laat je vreselijke dingen zien. Oude Ambacht in Haaksbergen. Dat betekent dat je overal in het centrum een variatie ziet aan oude ambachten, voertuigen, materialen, gereedschappen uit de vroege tijden.
56 deelnemers in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar waren te bewonderen in het muziekcentrum Enschede van het internationale pianoconcours. Bij de finale kregen de overgebleven kandidaten 20 minuten om de jury te overtuigen van hun talent. Het is eigenlijk vrij simpel. Je geeft je op als gastgezin. En dan kan je zeggen hoeveel wil je er hebben in huis. Dus je kunt kiezen wat je wil. Nou, afgelopen zaterdag hebben we elkaar ontmoet. En dan begint het contact. Ik heb niet gerealiseerd hoe intensief het is. Dus je bent de hele dag muziek, muziek, muziek. Het is heel intensief. Nou, mijn verwachtingen waren hoog gespannen. Want toen ik hem hoorde spelen, dacht ik, wauw, dit hoor je niet vaak. Ik dacht dat wij een beetje konden spelen, maar ja, het is heel veel talent. We're physically like athletes. We have to practice every day. It's also with the brain. We have to work our brain every day. Our ears, our fingers, our hand, it has to be trained every day. My kind of like motto is if I have to do my best every day. And I believe doing best your best every day will lead into a good thing. We willen allemaal zo graag concertpianist worden. Dus, en dan moet je heel hard werken, heel gemotiveerd, heel gedisciplineerd. Ja, anders red je het niet. We moeten in ieder geval ervoor zorgen dat dit blijft in Enschede. Want dat is helemaal leuk natuurlijk, hè? Lars van Galen en Richard van den Hoeven, eigenaren van hotelrestaurant Het Lansink, zijn de winnaars van Win-Win Je Winkel 2016. Over een paar weken wordt in het winkelpand aan de Wemerstraat in Hengelo een heuse Frites boutiquezaak geopend. Dat is heel erg gaaf. Ik bedoel, het is een heel mooi project wat Hengelo bedacht heeft om de winkels te vullen, zeg maar. En dat is natuurlijk fantastisch dat wij daar als winnaar uit de bus zijn gekomen. We gaan hier een hele mooie frietboutique beginnen met echte authentieke frietjes. Hè. Vanaf het begin een mooie aardappel van Twentse bodem, vers gesneden, vers afgebakken, dus het niet zomaar hoor. We gaan hele mooie kroketjes maken, huisgemaakte kroketjes uiteraard, vegetarisch met vis en vleesvariant. Daarnaast hele fantastisch mooie frikandellen, vlees van eigen bodem hier uit het Twentse land. Dat soort dingetjes, mooie kalfswangetjes, zaggegraat als chef special. Mooie toppings op de frieten, denk aan een basilicum mayonaise, bieslook mayonaise, dat soort dingen. Met name onderscheidend vermogen wat ze hadden en een geweldig mooi ondernemersplan. Ja, dat kon haast niet misgaan met deze jongens met deze achtergrond. Met een Lansing, met een ster, een kok die enorm enthousiast is, kwaliteit kan leveren. Ja, dat stond eigenlijk al een beetje vast. Dat zijn zeker een van de kandidaten die gaan winnen. En dat bleek ook wel. Het concept is nu 2 jaar in de markt gezet en we zijn tot de conclusie gekomen dat we niet meer uitgaan van win je winkel. Maar dat we de ondernemers, dat heeft ervaring ook geleerd inmiddels nu, toch uitgebreid gaan ondersteunen op een heel andere manier. Nog wel een half jaar gratis huur, dat zal het uitgangspunt blijven waarschijnlijk. Maar we gaan naar 2.0, zoals het mooi heet. En dat zijn we nu aan het uitwerken. En ja, ik hoop dat binnen een week of 4, 5 dat we met een nieuw concept komen. Dat zal er niet meer win je winkel zijn, maar wel op dezelfde voet doorgaan. De zaak wordt 23 november officieel geopend. In het Stadsmuseum in Almelo kon je tijdens de Rabo Museum Kidsweek een speurtocht doen door het hele museum heen op zoek naar de ticket. En onderweg kwam je van allerlei dingen te weten over Almelo. Roos en Lente Hendriksen deden daaraan mee. Roos en Lente, wat komen jullie hier doen? De speurtocht doen. Wat voor speurtocht is dat? Het is een speurtocht in een museum. Is die moeilijk, Lente? Een beetje. Ja. Wat is leuk? Dat je echt dingen kan zoeken. Ja, oké.
Bij deze kaart is ook een korte geschiedenis van Almelo te lezen. Wat is volgens dit verslag de volledige achternaam van de graaf van Almelo? Hoeveel keer heeft Almelo last gehad van de overstroming in de laatste 200 jaar? Nou, hoeveel keer, denken jullie? Volgens mij was het 7 keer. 7 keer? Je arme mensen. Ja. Jullie waren natuurlijk in het museum om het museum te bekijken, maar jullie waren ook op zoek naar iets anders, hè? Kan je vertellen wat? De ticket. En wat is de ticket dan? Is een monstertje en die moest je opzoeken. Ja. Hebben jullie hem ook gevonden? Ja. Nou, waar is die dan? Aha. Ja. We zijn hier in een kamertje waar allemaal foto's hangen over Herakles. En wat is Herakles? Herakles is een hele beroemde voetbalclub. In Almelo. Dit was Twente Breed voor deze week. En wist je dat je iedere werkdag vanaf 7 uur 's ochtends kan luisteren naar 1 Twente Radio via jouw eigen lokale omroep? Op 1 Twente Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en natuurlijk ook het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.